Hoi. Hoi. Ja, maar dat is ook niet zo zijn. Ja, zeker. Nee, dat is niet, maar dat is toch als volleyballen. Ze zijn niet mensen schreeuwen, hè? Nee, absoluut niet. Een beetje een diva. Als ze ergens een camera ziet, dan gaat ze een soort van voorstaan. Waar je nu mee staat? Ja. Nee, maar ze zijn super sociaal, die dieren. Ja, dat komt ook wel omdat we er heel veel tijd in investeren. We, van jongs af aan socialiseren we ze echt, zoals je dat eigenlijk met puppies ook doet. Dus we gaan ook wel eens mee naar een winkelcentrum en naar een loonwerkbedrijf of grote werktuin. We lopen allemaal tussendoor. Maar ze gaan ook wel eens naar het strand, zag ik. Ze gaan ook regelmatig naar het strand, ja. In normale tijden bijna elke dag. En ze zijn dus ook de aandacht van mensen gewend. Ze draaien ook mee in verschillende therapieprogramma's, vooral even met ouderen en dementie. Oh, echt waar? Ja. Dus ja, ze zijn het gewend. We kijken wel altijd heel erg goed naar elk dier individueel. Wat kan het aan, wat kan het niet aan? En daar stemmen we ook op af. En niet elke alpaca is geschikt voor wat wij met de alpacas doen. Nee. Moet je ook wel goed de karakters kennen en op selecteren. Want er zijn ook alpacas die zouden hier helemaal gek voor worden. Ja, maar deze zijn echt allemaal heel rustig. Ze kijken eens wat rond, ze eten wat. Ja, en we wandelen ook regelmatig door Middelburg. En dan zeggen mensen ook wel eens, ja, dat is zielig, want ze horen niet in de stad. Maar dat is ook een vorm van socialiseren en gewend worden aan verkeer. Ja, wat dat betreft, dat is net als met paarden, ja, die lopen ook wel eens door een stad of een enigszins te vergelijken. En het is als je het stapje voor stapje doet en rustig opbouwt en ja, kijkt wat een dier aan kan, dan is het anders dan dat je ze altijd in de wei hebt en plotseling midden in de stad los doet. Dan kunnen ze het niet aan. Nee, ik hoorde net ook je nog tegen iemand zeggen dat je een zwangere hebt. Ja, klopt. Welke is dat? Dat is de witte die hier een beetje met de staart naar je toe staat. Ja, ja, ja. Ja, dat zie ik dan niet meteen, maar... En krijgen ze dan één kleintje, normaal gesproken? Dit is onze zwanger. Ja, ze krijgen één veulen per keer. Veulen, ja. Ja. Hoi. Hoe is het nou? Ja, oh, ik sta net bij de etensplek, geloof ik. Hoi. Verse scheuten aan de deur. Ja, kan opzij, hoor. Het zijn een beetje droge blaadjes, of niet? Oh, ja. Ze houden hier een klein beetje voor de gek, want ze eten die verse scheutjes Kat, wil je me er even uitlaten? Ik heb het gezien. Ik ga het uitlaten. Ja, dankjewel.